Welkom bij het YouTube-kanaal van Fysio Sport en Training. Mijn naam is Ninette en we gaan vandaag een beweegles doen. Als je wil en je hebt het bij de hand, kan je gewichtjes erbij pakken, flesje water, misschien een matje. Dan gaan we lekker eerst de warming-up doen, dan wat spierversterkende oefeningen. Eerst hartslag verhogen nog even, een beetje met gewichtjes, spierversterkend, buikspieren en daarna een lekkere ontspanning. Laten we beginnen met marcheren. Marcheren op rechts. En dan tik je om en om voor. Tik, tik. Tik naar opzij, armen gaan mee. En tik achter, armen naar voren. Gaan we naar de zijste pit. Step touch. Ga de hakken naar de billen. Lekker. En neem die armen lekker mee. Ga de knieën om en omhoog, niet lift. Neem die armen weer mee. Terug naar de lekker, hakken billen. En nog een keer die knieën op. Gaan we weer terug naar de zijstap. Armen gaan mee naar opzij. Armen gaan omhoog. Terug naar opzij. En we naar voren. Dan wordt een tap uit. Ga de vuist op. Klein stukje taibo. Is dat ook mooi? Gaan we straks deze wat krachtiger stoten. We stoot schuin omhoog. Stoot dit voor. En de opstoot. Breid die knie in aan de kant waar je stoot. En stoot hem voor je kin langs. Stoot weer voor. Ietsje meer kracht. Stoot omhoog. Korte stoot. Stoot weer voor. Kort en krachtig. Draai die knie mee in. En de opstoot. Vier. Drie. Twee. Oké, even los. Met de armen even los. Blijf even staan. Gaan we over op de squat. Laag. Op. Billen goed naar achteren, knieën liever niet voorbij de tenen. En kijk gewoon naar voren, dan hou je rug mooi opgestrekt. 8, 7, 6, 5, laatste 4, 3, 2. Bij de volgende blijf je laag, hou vast.
kleine stukjes op en neer. Of je houdt hem helemaal stil. Hou vol. 4. 3. 2. En kom langzaam overeind. Schud de benen even los. Goed, gaan we op heupbreedte. Ga je hakken liften. Oh, zoek meteen je balans. Oh. Armen mogen mee. Laatste 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Die laatste hou je bovenaan vast. Ga je met de hakken. Kleine stukjes op en neer. Blijf in balans. 4. 3. 2. En los. Gaan we meteen door naar de squat. Laag. De voeten blijven op heupbreedte. En kijk je gewoon naar voren. Zorg dat de knieën dus niet voorbij de tenen komen. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Dan gaan we deze twee combineren met die haklift. Let op. Eerst laag. Op. Laag. Je omhoog komt op die tenen. Vier. Drie. Twee. En de laatste. Laat langzaam je hakken zakken, armen zakken. Schud de benen weer even los. Gaan we naar de sumo squats. Voeten ver uit elkaar. Tenen schuin naar buiten toe. Hier gaan dezelfde kant op als de tenen. Komt ie. Op. Laag. Op. Als het goed is, voel je wat meer de binnenkant van de benen. Probeer lekker diep te gaan. Blijf laag. Bij rechts, links. Even naar achteren en marcheer hem uit. Spreid ondertussen de armen. Schouders zijn laag. Ga je met je armen cirkelen. Hier is de ene kant. Hier is dat te klein. Als je wil mag je ze wat groter maken. Terug naar klein. Draai ze de andere kant op. Eerst klein. Groter. Terug naar klein. Laat de armen zakken. Klop jezelf even op je bil op je rug. Oké, volgens mij zijn we al warm. Gaan we de hartslag kijken of we die ietsje kunnen verhogen. Neem even wat drinken als je wil. Of blijf even marcheren. Oké, marsje. We gaan eerst een stukje benen pakken. Buitenkant bil. En doen we op deze manier. Ik doe hem eerst even langzaam voor. Je staat op je rechtervoet. Je linkerbeen lift je op. Je tikt met je rechtervoet even de vloer aan. Lift je linker op
En tik aan. Ietsje sneller. Af. Tik. Af. Tik. En een gestrekt been lift je op met een geflexte voet. Af. Tik. Af. Tik. Nou, dit is nog redelijk te doen, hè? Nou, zo het tempo een beetje opvoeren. Tik. Af. Tik. Vier keer nog. Bij de volgende blijf je staan met je rechtervoet en lift je linkerbeen achter op. Dus op, op. Armen gaan lekker mee. Op, op. Standbeenknie lichtjes gebogen. Op, op, op. Hou vol. Acht, zeven, zes. Hoe standbeen ga je ook lekker voelen? Vier. 3, 2 en los. Schud de benen even los. Hou meteen die andere kant. Eerst langzaam, twee keer langzaam. En dan gaan we meteen sneller. Dus je lift hem op. En tik. Nog één keer langzaam. Lift je been op. Tik. Ietsje sneller. Af. Tik. Af. Tik. Gestrekt been. Flex de voet. Lift hem zo hoog mogelijk op. Op. Tik aan. 8. 7. 6. 5. Nog 4. 3. 2. Blijf dan bij de volgende staan. Dubbel tempo. Op. Op. Neem de armen lekker mee. Op. 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 Standbeen knieën is weer gebogen. Op. Op. Laatste 8, 7, 6, hou vast, 5, 4, 3, 2 en los, marcheer eruit. Schud de benen even los, losse kikjes. Kik mag wat hoger. Als je hem uitkikt. Acht. Zeven. Zes. Vijf. Vier. Drie. Twee. En marcheer hem uit. Oké, dit wordt een uit, uit, in, in. Uit, uit, in, in. Dus je stapt naar buiten en naar binnen. Buiten, buiten, binnen, binnen. Gaan we hartstikke nog ietsje meer opvoeren. We gaan zo het tempo versnellen. Vier. Drie. Twee. Komt-ie, dubbel tempo. Raak je helemaal in de war? Dan ga je gewoon lekker dribbelen. Uit, uit, in, in, uit, uit, in, in. Hou vol. Nog 8. 7. 6. 5. Nog 4. 3. 2. De laatste. Bounce even op de plaats. 4. En dan wisselen we zo van been. 2. Gaan we naar die uit, uit, in. Eerst langzaam. Linkerbeen eerst. Uit. In, in. Uit. Gaan we zo in dubbel tempo. Voor nog 4. 3. 2. Komt ie, dubbel tempo. Neem je armen lekker mee. Hou vol. 8. 7. 6. 5. Laatste 4. 3. 2. En los. Schud de benen even los.
Oké, de hartslag is ietsje verhoogd. Gaan we de gewichtjes erbij pakken. Neem nog even wat drinken. Probeer de hartslag een beetje hoger te houden. Dus we gaan marcheren. Dan gaan we naar de step-touch. Zij staat in. Armen gaan lekker mee. Als dit te zwaar is met gewicht, doe je bek eens onder. Armen gaan schuin omhoog. Armen gaan om en om naar opzij. En draaien tegelijk. Dat is wat lekkerder. Marcheer hem uit, alleen die schouders op, laag, op, laag, op. 4, 3, 2. Oké, gaan we weer, zij stapt in. Tap uit, armen om en om. Eerst het schouderhoofd. Armen schuin omhoog. Als we straks die zijwaartse beweging doen, gaan we eerst even marcheren. Dat gaat wat lekkerder. Marcheren. De hand zijwaarts. Op tot schouderhoogte. Op. Op. 4, 3, 2. Met volgende houden je ze vast. Bovenaan. Voel de spanning op je schouders. Ellebogen zijn lichtjes gebogen. Ga je handpalmen draaien. Naar boven, beneden. Op, laag. Op, laag. Hou vol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laat de armen zakken, alleen de schouders op. Laag. Op. Laag. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En de laatste. Oké, gewichtjes mogen we even aan de kant. Gaan we nog even een stukje push-ups doen. Die gaan we combineren met de plank. Mocht het voor jou te pittig zijn met de push-ups, ga dan liggen op je rug. Pak de gewichtjes erbij. Dan ga je op deze manier je borstspieren trainen. De hoogte van je borst laat je armen zakken tot net boven de vloer. Licht de knie in de ellebogen en weer terug omhoog. Dus dit is de variant die je alvast kan doen voor het geval dat je geen push-ups kan doen. Anders kom je op je handen en op je knieën. Voordat we de push-ups gaan doen, mag je heel eventjes je bekken kantelen. Voor, achter, maak even een holle rug, maak even een bolle rug. Pak dan een plekje ertussenin, actieve holling. Handen mogen iets verder uit elkaar. Je leunt wat voorover, zodat je vanaf je knieën tot aan je schouders een schuine lijn maakt. Oké, we gaan 8 push-ups doen. Komt ie. 8, 7, 6, 5. Laatste 4, 3, 2. Meteen erachteraan, de plank. Zet je handen weer wat dichterbij. Strek je benen uit naar achteren. Zet neer. Hou vast. 8, 7, 6, 5,
laatste 4, 3, 2 en los. Kom eerst even naar achteren, polsen even los. Dan ga ik bij de volgende ronde, als de plank komt, laat ik even een alternatief zien voor het geval dat je niet kan planken door omstandigheden. Moet je alleen even snel schakelen. Oké, we gaan eerst weer die push-ups doen. 8 keer. Zorg eerst weer dat je vanaf je knieën tot in je schouders een schuine lijn maakt. Niet hangende rug, actieve holling in de onderrug. Span je buikspieren aan. Gaan weer ellebogen wijzen naar buiten bij het zakken. En op. Laag. Op. 8. 7. 6. 5. Hou vol. 4. Hou die buik ook aangespannen. 2. En de laatste. Meteen door naar de plank. Jullie gaan nu plank voor degene die dus alternatief willen. De dead bug. En wissel. Diep omhoog. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En de laatste. Kom weer even naar achteren. Maak een long stretch. Polsen er even los. Doen we zo een laatste rondje. Dan kan je zelf dus kiezen. Bij die tweede of je plank doet. Bij de eerste ook met de borstspieren of je push-ups doet. Of de gewichtjes pakt. Oké. Gaan we weer. Laatste keer. 8 push-ups. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, laatste over op de plank of de dead bug. Oké. Gaan we iets langer vasthouden, dat deden we net ook, hè? Was je ook al langer. Dan heb je je buikspieren aangespannen, hang je niet in je rug. Kan je nog rustig doorademen naar je flanken. Ga ik nu aftellen. 8, 7. 6, 5, hou vol, 4, 3, 2, en zet de knieën weer neer. Kom even naar achteren, eventueel polsen even los. Oké. Mag je voor aan je matje komen zitten? Gaan we nog even wat buikspieroefeningen doen? Kom langzaam afvallen. Bolle rug. En kijk eens of je eerst met je onderrug de mat kan raken. Middengedeelte, bovenrug. En als laatste leg je je hoofd neer. Strek je armen uit langs je oren. Maak je lang. Adem heel even naar je buik. Oké, dan mag je je benen helemaal uitstrekken omhoog. Pak ze even vast. Trek de benen naar je toe. Voel de rek aan de achterkant. Dan point je je voeten, armen langs het lichaam. Eventueel de handen onder de billen. Mocht je steun nodig hebben voor je rug. Je laat namelijk je benen ietsje zakken. Dan voel je vanzelf dat er een lichte rolling in je onderrug komt. Ga je langzaam je rechterbeen laten zakken. Span je buikspieren aan, je bekkenbodem tot net boven de vloer. Langzaam terug omhoog. Wissel, langzaam. En op. 2 keer langzaam nog. Op. Beweging terug ook langzaam. Hè? Laatste keer langzaam. En op. Ietsje sneller. Laag. Laag. Op. Kan je het nog steeds hebben met je rug? Span goed je buikspieren ook aan. Laag. Op. 4. Op. 3. Op. Laatste 2. Op. Laatste keer. Oké. Trek de knieën even naar de borst.
En rol over je onderrug. Dus dan de momentjes dat je even lekker naar je buik kan ademen. Even ontspannen. Strek dan de benen weer uit omhoog. Flex je voeten, pak je benen weer vast. Trek ze naar je toe. Voor je daarna. Point voor je voeten. Leg nu je armen langs je lichaam. Laat je benen weer ietsje zakken. Je hebt dus nu geen steun voor je rug. Dus als het te zwaar is, dan laat je de benen gewoon uitgestrekt omhoog. Dan heb je de rug wat meer ontlast. Focus dan goed op je buikspier. Anders laat je benen weer ietsje zakken. En dan ga je met je benen aan elkaar geplakt. Kijken of je heel ver naar buiten kan draaien. Als het ware na 9 uur, als je een klok voor je hebt. En weer terug naar de 12. Maar de schouders blijven op de grond. Kijk eens hoe ver je de andere kant op kan draaien. Naar een uur of 3. En weer terug. Span goed je buikspier aan. Adem uit. Naar buiten toe. In weer terug. Wissel. Adem uit. In weer terug. Nou, die schouders op de mat. Kijk hoe ver je kan gaan. Als ze loskomen, ga je te ver, hè? Je bent nu heel hard met je romp aan het werk. Zorg ook dat die schouders op de mat blijven. Adem uit, naar buiten toe. In weer terug. Kijk hoe ver je kan gaan. Laatste 4. Nog 3. Nog 2, hou vol. De laatste. En terug naar het midden. Zet even je voeten neer. Schud de benen even los. En trek dan de knieën nog even naar de borst. En rol over je onderrug. Adem naar je buik. Oké, dan gaan de benen in het tafeltje. Voeten geflext, tenen komen net boven je knieën vandaan. Als je armen uitstrekt en je vingertoppen raken je knieën, weet je zeker dat ze op de juiste afstand zitten. Beginnen we eerst met de handen achter het hoofd. En je komt alleen maar met je bovenlichaam een klein stukje omhoog. En laat hem zakken. Op. Laag. Dus trek niet aan je hoofd, hè. De kracht haal je echt uit je buikspieren. 4. 3. 2. Laat hou je bovenaan vast. Dan ga je je benen langzaam uitstrekken. Strek uit. Eerst mag je lekker hoog. Terug in de tafel. Doe nog een keer. Strek je benen uit. Terug in de tafel. Doen we nog 2 keer. Strek ze uit. Tafel. Laatste keer. Strek uit. In de tafel. Laat dan je hoofd zakken. Trek de knie even naar de borst. Nou, dit kan ook een gevoelige oefening zijn voor de rug. We gaan hem straks nog ietsje uitbreiden. Maar mocht het op een gegeven moment te zwaar worden en je hebt echt je handen nodig onder je billen, laat dan je hoofd liggen. Leg je handen onder de billen en dan ga dan gewoon verder met die steun die je nodig hebt voor je rug. Want als het wel lukt, gaan we namelijk het volgende doen. Een soort viertelsysteem. Je gaat straks 4 tellen, hoofd en schouders van de mat. Dan ga je 4 tellen, benen uitstrekken naar voren. 4 tellen weer terug. Dan laat je hoofd zakken. Voor het geval dat je rug te veel belast, leg de handen onder de billen. En ga dan gewoon 8 tellen benen uitstrekken. In plaats van eerst met je hoofd omhoog. Ja? 3, 2, 1. Komt u, hoofd en schouders van de mat. Strek de benen uit. Terug in de tafel. Laat je hoofd zakken. 4 tellen rust. Komt u weer, hoofd en schouders van de mat. Strek de benen uit. Terug in de tafel. Laat je hoofd zakken. 4 tellen rust. Komt u weer op. Strek uit.
Buig de knie. Laat je hoofd zakken. Doen we nog twee keer. Komt u weer. Op. Strek de benen uit. Buig de knieën. Laat je hoofd zakken. Laatste keer. Op. Strek uit. Buig de knieën. En laat je hoofd zakken. Trek de knieën even naar de borst. Rol over je onderrug. Zo, die voel je behoorlijk. Dan gaan we nog één keer de benen helemaal uitstrekken omhoog. Pak ze even vast, trek ze naar je toe. Voel de rekking aan de achterkant. Okay, je rug mag nu lekker even in de mat geduwd blijven. Je komt wel met hoge schouders van de mat. Eén hand achter het hoofd. Andere hand ga je tegenstander enkel aantikken. Dus rechte hand naar je linker enkel buitenkant. Tik hem aan. Je gaat niet meer helemaal je hoofd laten zakken. Dus je gaat terug naar het midden. Dan kom je weer omhoog. Oké. Okay. Gaan we ietsje sneller. 15 keer. Op. Op. 3. 4. Kom zo hoog mogelijk. 5. 6. 7. Span die buik aan. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Wissel. Andere kant. 1. 2. 3. 4. 5. Hou vol. 6. Focus op die buik, hè. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Even rust. Slaat je hoofd zakken. Tik je voeten neer en maak je even helemaal lang. Adem even naar je buik. Oké, gaan we deze nog één keertje doen, maar dan beide handen tegelijk. Dus je strekt eerst je benen weer uit omhoog. We gaan zo recht omhoog, dus je hoeft niet meer de buitenkant enkel aan te tikken. Maar ik kan me voorstellen dat het gevoelig is voor je nek als je constant twee steunen voor je hoofd. Dan kan je ook denken, oké, ik ga 10 keer met de ene hand achter mijn hoofd, 10 keer met de andere. Want in totaal doen we hem dus 20 keer. Ja, buikspieren aangespannen, hoofd en schouders van de mat. 3, 2, 1, komt ie. 1, 2, op hetzelfde tempo bepalen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mag dus ook met één hand achter het hoofd. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Laat je hoofd zakken. Zet je voeten weer neer. Schud je benen even los. Maak je weer helemaal lang. Span alles aan. Top tot teen. En rol nog even over je onderrug. Nou, heel goed gewerkt. We gaan zo weer lekker ontspannen. Ik pak even wat ontspannen muziekje erbij. Gaan jullie alvast even lekker liggen en adem naar je buik toe. Zo. Leg eventueel je handen op de buik, adem naar je buik toe. In door de neus, uit door de mond. Laat je voeten lekker naar buiten vallen. Ontspan je billen en je benen. Ontspan je bovenlichaam. Schouders. Nek. En je gezicht. En laat dan je armen los en je handen openvallen.
Controleer even in gedachten of je lichaam helemaal ontspannen is. Als er toch een plekje is wat dan niet is ontspannen, ga daar dan in gedachten naartoe. Adem diep in. Op uitademing blaas je die spanning weg. Buig dan voorzichtig je knieën. Trek je knieën naar de borst en rol over je onderrug. Zet dan de voet op de mat, draai de knieën één kant op, armen tegen de richting, kijk naar je handen. Voel de rek in je zij. Zo andere kant en kijk weer naar je handen. En terug naar het midden, strek je rechterbeen uit omhoog, pak hem even vast en draai je voet links en naar rechts. Flex je voet, trek je been wat verder naar je toe. Leg dan je rechtervoet op je linkerknie, trek je linkerknie naar je toe voor de rek in je bil. En wissel van been, strek je linkerbeen uit omhoog. Draai weer je voet. Flex je voet, trek je been wat verder naar je toe. Leg dan je linkervoet op je rechterknie, trek je rechterknie naar je toe. En los, zet je voet op de mat, schud de been even los. Rol jezelf dan op of draai even op je zij. Kom even zitten. Zet je voeten tegen elkaar, knieën naar buiten toe en duw met je ellebogen de knieën omlaag voor de binnenkant van de benen. En los, kom even in kleermaker zitten, vouw je handen in één, duw ze naar voren, maak een bolle rug. Spreid je armen door naar achteren, vouw ze achter in één, duw je borst vooruit, je schouders even goed naar achteren. En los, één hand op je tegenstander knie, de andere zet je achter neer, kijk achterop. Is zo andere kant, kijk naar achterop. Terug naar het midden, leg je handen in je schoot, draai je hoofd voorzichtig een kant op. Langzaam voorlangs, andere kant. Terug naar het midden, adem weer in door de neus, uit door de mond, adem dieper in en uit, adem in, neem je armen mee en uit, adem in, uit en de laatste keer adem in, maak van je handen tempel. En adem uit. Lekker gewerkt allemaal. Ik hoop dat jullie het lekker vonden. Hebben genoten net als ik. En ik zie jullie graag een volgende keer weer. Fijne dag vandaag. Doei.